Ellie. Hallo. Hoi jongens. Wow, dat is mijn briefjes. Ellie. Dit was sowieso niet in een vlog. Waarom niet? Toen was een beetje moe. Toen was een beetje moos. Hou voor jou. Jullie rock gewoon in die blak. En die blak. Hoi jongens. De laatste tijd is mijn haar echt weer een beetje puttig. Een beetje plattig. Maar goeiedag. Het is vandaag. Welke dag is het vandaag? Dinsdag. En ik ga eventjes langs Malet. Om haar eventjes te helpen voor haar B-day dit weekend. Kijk, ik ben in Malet's cute huisje. Zien jullie deze dingetjes? Cutie. En we gaan nu eventjes allerlei leuke spelletjes verzinnen voor haar B-day. En ik krijg Ethiopische kruidenthee. Dus. Succeeded in love. So depressing. Never have I ever fucked. Tell people that I'm actually from another planet. Really. It felt so good. Yeah. Never have I ever said I love you. To a boy. Hoi allemaal. Ik heb even een banaantje. Het is woensdag. Ik ben het wakker. Het is bijna 9:30. En Fien komt me ophalen. Omdat we even naar het bos gaan. Het Amsterdamse bos is precies hier achter in mijn straat. Dus we noemen het ook wel mijn achtertuin. En we gaan altijd ongeveer een rondje van 5 kilometer daar lopen. Een soort van snel powerwalken. Als gewoon lekker frisse lucht. En gewoon even bijpraten. Maar vandaag is het de bedoeling dat we er ook een workout aan plakken. Ik ben nog steeds wel bezig met bewegen. Maar ik moet weer ietsjes meer gaan letten op wat ik eet. Hier in Nederland, in Zweden, was het wat makkelijker. Omdat ik gewoon daar werd er voor me gezorgd. En moest ik gewoon eten wat er was. En nu heb ik weer al die vrijheid. En dan ga ik toch wat vaker snacken en snoepen. Dus dat wil ik niet. Banaantje doe ik altijd twee of één banaantje voordat ik ga sporten. Met gewoon veel water voor de workout. En dan na de workout, als ik in de ochtend sport, gewoon een goed ontbijtje. En kijk hoe ik mijn banaan eet. Het steeltje zit onderaan, jongens. Je moet het aan de andere kant openbreken, zoals een aap. Zo doen apen het ook. Zij zijn de bananenspecialisten. En zo wordt het ook altijd afgebeeld in alle tekenfilms en films. Dus doe it the right way, guys. Toen ik het wist. Het eet ook veel chiller. Je kan hem gewoon zo vasthouden en je kan hem helemaal opeten. Je hoeft geen vieze puntjes meer af te breken, want aan die andere kant is het beter. Oké. Too much information. Ik denk dat ik vandaag wel mijn camera mee ga nemen naar het bos. Het is wel leuk om even ons workoutje af en toe een beetje te filmen. En oh, ik zie dat er batterij op is. Kijken of het lukt. Ja, sowieso. Maar hij kent ook denk ik vast wel weer de eigenaar en zo. Boswandelingetje. Ik kwam echt. Wacht, blijf je staan. Hallo. Is het een waterhoesje? Als je getrouwd bent. Naar wie zwaaien? Oh. Naar de shadow. De shadow. Vaar je dus lang. Hey, fuckamati. Hey. Oh, faya. Oké, deze ja, die geflekte. Oh, wat zie je wat je valt. Cuties. Cuties. Nou, ik heb niet meer geworkout met Fien in het bos. We gingen gewoon lopen en. Wacht even scherp stellen. We gingen gewoon lopen en praten en gewoon. Waka see, maar. Ik wilde eigenlijk thuis nog een workout doen, maar dat heb ik ook niet meer gedaan. En ik heb eigenlijk weer gewoon een rustig dagje. Als je ook samen woont met drie jongens, ja, dan moet het huishouden ook wat vaker gedaan worden. Moet je even kijken, ik ga nu boodschappen doen. En deze tas
vol met flessen wegbrengen. Dus dat is echt 5 euro of zo. Dus dat is super chill. En ja, this is it. Er wordt ingezoomd. Oeps. Zo. Ja, dus weer een rustig dagje vandaag. Gisteren ook eigenlijk niet te veel gedaan en niet te veel gevlogd. Dus misschien morgen weer een nieuwe dag. Iets wat ik dus ook altijd doe. Als ik gewoon een dagje alleen thuis ben en gewoon alles heb gedaan wat ik moest doen. Tijd voor de series die ik kijk. En dat zijn echt gewoon vieze series. Dat zijn echt gewoon waar ik me wel gewoon echt wel voor schaam dat ik het kijk. Maar ja, ik blijf wel gewoon eerlijk en mezelf altijd tegen jullie. En ja, daar hoort het dus ook bij. Ik heb altijd een soort van lijstje die ik afwerk. Ik kijk Basketball Wives, alleen. Het gaat over Basketball Wives, vrouwen van basketballers die helemaal in de glit en de glam en de drama en vriendinnengroepen. Vervolgens kijk ik ook altijd Love and Hip Hop. Dat is een super, ja, ratchet, maar toch zo vermakelijk programma. Eentje die echt erg is bij Girls Club. Dan gaan meiden in één huis en die zijn allemaal ratchet en allemaal gek. En dan gaan ze vechten met elkaar en dan gaan ze in elkaar met een in een huis leven. En een soort van real life, maar dan met alleen met meiden. Ex on the Beach kijk ik altijd de Engelse versie. Wel leuk. Nu is de Nederlandse versie niet zo leuk, maar ik kijk het dan weer toch. En dan heb je nog, vergeet nog iets, Robin China. Ook wel een beetje saai, maar ook wel gewoon leuk, want ik kijk het gewoon. Ik hou gewoon echt van die vieze reality, no-brainer, just this me, my broodje en mijn sippin' some tea. Oeps. En mijn series. Schaamteloos, alleen hersenloos, maar wel relaxen. Hihi. En laat even in de comments weten natuurlijk of jij ook een van deze programma's kijkt. En als je eentje van ze kijkt en nog een andere goede van voor me weet, let me know in de comments ook. Ook. Let me know in de comments ook. Hoi. Het is vandaag vrijdag en ik moet straks, heb ik weer een soort van eerste proefdag, maar dan bij een andere locatie van mijn bijbaantje. Dus dat ben ik eigenlijk vandaag heel de dag doen. Beetje saai, ik kan weer de camera niet meenemen, dus nou ja, een beetje saai. Maar daarvoor moet ik mijn piercing gaan omwisselen en dat is altijd een klote gedoe. En ik vind het ook een beetje stom dat het moet voor dit werk, maar ja, ik ga het toch even doen, want ik heb hem al gekocht. Maar let's hope this works. Nou jongens. Wow, wat is mijn bril vies. Hold on. Oké, bril schoon. Ik zie weer beter. Is nodig. Dit is hem. Het is zo met zo'n 2 walletjes die er dan uithangt. Hij is al gesteriliseerd en ik ga hem nu proberen. Pff, ik krijg hem niet eens open. Oké, hallo. Oké. Eerst deze eruit. Ik ben ook echt breaking out for life. Want ik moet ongesteld worden. Ik krijg altijd puisten. Weer houdt het op een keer. Oké, okay, lekker alsof ik in mijn neus peuter. Oeps. En oeps. This is me without anything. What do you think? Beter of slechter? Help. Ik ben er helemaal niet goed in mijn eentje. En toen ik hem kocht was de piercer er niet. Dus die moest het eigenlijk voor me doen. Nou, ik kom er net achter dat deze die ik dus in moet doen veel dikker is dan die. Want hij past gewoon niet door mijn gaatje. En ik vroeg nog, is het dezelfde maat? Zij zei, ja, het is gewoon hetzelfde maat. Niet dus, dus ik moet terug. En nu heb ik een probleem. Oeps, dat ging fout. Ik wilde het nog even hebben over mijn YouTube channel. Omdat ik gewoon echt nog heel erg zoekende ben en aan het uitvogelen ben wanneer ik aan het wil posten en wat ik wil posten. En ik merk nu gewoon dat wanneer ik een week vlog probeer te doen, dat er gewoon ook heel veel saaie dagen tussen zitten. Dus ik heb vanaf nu ook gewoon besloten, die dagen ga ik gewoon niet filmen. Dus in een vlogje, dan is het een soort van weekvlog, maar er kan gewoon zijn dat die van maandag
woensdag, vrijdag, whatever is. Dus jullie zullen het allemaal wel merken. Het boeit jullie misschien ook allemaal niet. Maar ik zit daar wel echt mee bezig in mijn hoofd van... Oké, wat moet ik nou posten en wanneer? En zelf wil ik ook heel graag andere video's posten over... lifestyle, fashion, ondernemen, met vriendinnen, challenges, whatever, lachen. Dus dat lijkt me ook heel leuk om te doen. En ik ben at the moment ook even... Huda Beauty, How I Got Started, YouTube aan het kijken. Dus ja, ik ben er vrij serieus mee bezig. Maar zo'n dag als vandaag is gewoon puf. Dus die doe ik er volgende keer gewoon niet in. Want je ziet me alleen klaarmaken voor werk. En dan ben ik om 6 uur of zo klaar of whatever. Ik weet niet eens, misschien ben ik al eerder klaar. En dan weet ik gewoon niet. En dan morgen heb ik wel weer een leuke verjaardag van Malet. Een hele goede vriendin van mij. Dus daar heb ik heel veel zin in. En... zondag heb ik een shoot met Shade en Fien. Dus dan neem ik jullie ook mee. Maar ik heb wel gewoon dus echt besloten, omdat ik gisteren weer zat te editen, om alleen de leuke dagelijkse dagen, dat ik echt wat ga doen. En dat ik echt denk, nou, dit zou ik wel leuk vinden om te delen met the world. In Amsterdam en iedereen. Dus dan weten jullie dat. Even een updateje. Nu ga ik weer freightings for life. Watching for life. En dan moet ik natuurlijk wel deze edit eventjes fixen, want het werkt zo niet. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede avond. Het is vandaag zaterdagavond en het is tijd voor Malet's verjaardag. Ik heb het gevoel alsof ik jullie al lang niet heb gesproken, maar daar kom ik altijd pas achter als ik het edit. Dan kom ik achter of het allemaal achter elkaar past. Maar ik neem jullie wel eventjes mee naar Malet's verjaardag, want dat is gewoon een hele goede vriendin en het wordt sowieso gezellig en... Dan neem ik mijn camera gewoon mee. Kom. Vertel even, hoe voel je je? Om 12 uur is het zover. Klopt. Ik ben heel oud. Heel confronterend. Nou, dat ben je niet, meid. Maar ja, ik ga het best wel maken. Sorry, ik ga er even... H&M. H&M. Realness. Love it. En hair? Ben je dat? Ja, hè? Ik heb het weer zelf gedaan, talentje. A little present. To keep you on point. To keep you on point. Fien, we gaan nog even heel even tussendoor inzoomen op jou. Hele lange lashes. Ik ga even omhoog kijken. Oké, wacht, ik ben even vanaf de zijkant. En kijk eens naar beneden. En naar boven. Wauw. Oké, gewoon dit. To keep you on point. Ja. It's my lid. Remember, ben je altijd de eerste oma. Ja, je bent altijd de eerste oma. But we love you. Ja! We zijn er origineel geprobeerd te wezen. Dat wordt ook erg moeilijker. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ook al heb je het niet nodig. Dat is zo goed, hè? Het is your Highland Drives. En Black Don't Crank. Maar hier toch een. Toch een male present to keep you on point. Ja, zo. Mm-hmm. Is het getekend? Ja, mooi hè? Zo leuk. Artsy farts. Oké, nu weer. Kijk. Ik wil daar. Daarom heb ik liedjes voor. Liedjes. Oh my god! Yeah! En wat is het? Woehoe! Chocolate! Yeah! Yes! 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 Oh my god! Yes! Ja. Zo leuk. Hey. Yay! Yes!
Oh jongens, ik wil nog even zeggen bedankt voor het kijken. Ik ga denk ik vandaag straks alweer beginnen met de volgende vlog met filmen. Het is namelijk alweer maandagochtend. Maar als je deze leuk... Als je deze vlog weer leuk vond... give it a thumbs up, blauw duimpje. En subscribe, want er komt nog heel veel andere leuke video's aan. Challenges samen met andere mensen, vriendinnen. En ja, ik zou zeggen, hou de channel in de gaten. Doei! Oh my god, de status. En ik... Hoe leuk is dit schouder en flopje?